Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal eind februari beginnen met de registratie van iedereen die actief is binnen de kleinschalige goudsector. Minister David Abiyamofo zegt dat de aankondiging van de registratie reeds via diverse radiostations wordt uitgezonden. De aankondiging wordt in verschillende talen gedaan, zodat iedereen in de sector bereikt wordt. Ook zelfs de Braziliaanse media. Dat is dat stukje van registratie, maar het is ook gekoppeld aan een stukje inning. Omdat wij als regering vinden van het is het goud behoort de staat toe. De natuurlijke hulpbronnen zijn van de staat en ze moeten ten dienste gesteld worden van de hele samenleving. Dus ieder die werkzaam is in de sector, we willen als staat weten wie de mensen zijn, vandaar de registratie. Abiyamofo benadrukt dat wanneer er goud uit de Surinaamse bodem gehaald wordt, de staat haar rechtmatige deel moet krijgen. Daarom werkt Natuurlijke Hulpbronnen samen met andere ministeries in het proces om een ieder binnen de kleinschalige goudsector in kaart te brengen. Vandaar dat we bezig zijn met een systeem om te gaan innen op het veld in de goudsector. Dat doet mijn ministerie niet alleen. We werken nauw samen met ministeries zoals Juspol, Financiën. Vooral de Belastingdienst heeft een voorname rol te spelen. Ook het ministerie van Defensie. Dus alle partners worden betrokken bij dit project. Dat was minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. We spraken hem vandaag voor de aanvang van de raadsvergadering.